AC 1172 uitgerukt, prio 1 ongevalbeknelling, heeft u wat meer informatie voor ons over? Ja, goedenavond 1172. Ongeval, twee auto's tegen elkaar aangereden. De ambu heeft u ter plaatse gebracht vanwege een beknelling. Persoon niet aanspreekbaar. De rest moeten wij nog rijden over. Ja, het begrip voor de 1172 rijdt een andere brandweer ermee. De 1706 die rijdt mee. Ja, de 0631 van baan. De 0631 die gaan we ook gelijk. Op. Ja, top. Dankjewel hoor. 1172. LF72 te plaatsen. Ja, is genomen. LF72 te plaatsen, over. Goedendag. Morgen. Treft dit voertuig? Ja, meneer niet aanspreekbaar. Zit bekneld met de knieën, zeg maar, onder het dashboard. Verder alles stabiel. Maar het dak moet eraf, hij moet met de plank eruit. Oké, okay, dak eraf. Goed. Ik ga eerst even met mijn collega bespreken hoe we het gaan aanpakken en dan zorg ik dat het dak eraf komt. Ja, top, dank u. Ja, want... Hoi. Hey, even kijken, één voertuig erbij, ja twee voertuigen erbij betrokken. Er zit alleen maar in één voertuig een persoon. Niet aanspreekbaar, dak moet daar vanaf. Ik stel voor dat we die even gaan stabiliseren, eerst, beide. En tot ik dan ga beginnen met knippen. Ja, prima, dan gaan we het eerst doen. Ja? Top. Dan ga ik even alle stabilisatieblokken pakken en zo en dan gaan we beginnen. Ja. Ik doe aan de linkerzijde. Ja, prima, pak ik de rest van zijde. Collega, ik ga even wat blokken voor de wielen zetten hoor. Ja, top. Oké. Okay. Top. Oké, rechterzijde is verstandig. Ja, links ook. Even de helm opzetten. Collega, gaan beide deuren niet open? Nee, beide deuren gaan niet open en wat ik zeg, zijn knieën zeg maar zitten onder het dashboard vastgedrukt, dus hij komt er ook niet uit. Goed, dan gaan we sowieso ook een dashboard lift doen. Ja. En dan doen we eerst de deuren. Zal ik eerst de andere deur openen die daar al bij, vanaf die zijde bij hem kan? Tot ik daarna mee bezig kan houden. Dan pak ik ondertussen nog even wat extra spullen en dan wel eens goed komen. Klee, kun jij misschien beginnen met de ramen alvast even eruit te halen? Ja, dat wordt geregeld. Heb jij van de folie aanvullen? Ja, hier zo. Bovenin. Kijk, okay, naar de ramen aan de voorkant zijn eruit, voorraam en linkerraam, rechterraam. Oké. Okay. Hij is niet aanspreekbaar, collega Ambu. Nee, hij ligt al een deken over me heen, dus okay. Goed. Ik kan beginnen. Lawaai.
Open. Top. Ik ga nu aan zijn zijde beginnen. Collega politie, AIB wat afstand houden. Ik verplaats heel even die deken hoor, momentje. Jo. Ja, ga maar. Lawaai. Yes, deur eraf. Oké, dan gaan we meteen met die dashboard lift beginnen. Hier wel lawaai. Hoe ziet er aan jouw zijde uit, Amu? Ja, goed. Het komt omhoog en zijn knie aan jouw kant is weer vrij. Ja. Alleen maar mij nog niet helemaal, dus... Ik ga nog een stukje omhoog. Ja, anders moet ik even aan die andere zijde. Ja, dit ziet er goed uit. Ja, ze laten? Ja. Oké, top. Ja. En dan ga ik beginnen aan de achterdeuren voor het dak. Ja, top. Lawaai. En de laatste. Lawaai. Ja, deur eruit hoor. Doppie. Oké, dan gaan we nog even verder bespreken en dan gaan we daarna het dak eraf halen. Ja, ik stap ook even uit. Collega, hoe zullen we het doen? Zullen we hem vooraf knippen en zo naar achter? Of achteraan knippen en zo naar voren klappen, zeg maar? Ik denk dat het beter is om voor naar achter klappen. Voor naar achter, oké. Gaan we dat doen. Rechts voor beginnen. Let op lawaai. Oké. Moet je zo even naar links voor. Kan ik erbij, Ambu? Ja hoor. Oké. Politie even afstand houden, AIB. Dankjewel. Wel even uitkijken voor dat infuusje wat er hangt. Ja, ik zie. Top. Kom weer lawaai. Yes, ging makkelijk. Doe meteen deze, ook erbij. Ja, lawaai komt er weer. Yes, Sammy mag weer. Toppie. En doen we hier de laatste collega en dan kunnen we het ook doen. Wil jij meteen aan de andere kant gaan staan om daar meteen kunnen openklappen? En deze is ook los. Dan leg ik deze terug en dan gaan we beginnen met de dak te verwijderen. Oké, collega klaar? Ja hoor. Oké, dan gaan we op 3. 1, 2, 3. Yes. Leg je meneer. Toppie. Oké, helemaal top. Dan ga ik hier beginnen met een beetje op te ruimen. Kun jij nog even meekijken met tillen zo meteen? Ja, dat is prima. Oké, plank ligt achter mij, die zetten we gewoon achter zijn rug.
trek gewoon hoog de plank op en dan in één keer eraf. Brancaar staat al achter me, dus dan kunnen we in één keer door. Ja, prima, gaan we even. Agent ook even kan helpen. Ja. En die andere ook eventjes. Oké. Dan de plank erachter, 3 omhoog, 6 weer plat, 9 voor Brancaar. 1, 2, 3. En dan 4, 5, 6. En dan 7, 8 en 9. Helemaal top. Dan even inpakken. En dan neem ik hem mee naar de ambu. Dankjewel heren. Yo, succes. Yo. Goed, ik ga eens op even een sit-trapje doen, ja? Ja, prima. 11.72 AC even. 11.72, geef me dat. Ja, we hebben eenmaal bevrijd. Die gaat nu met de ambulance richting het ziekenhuis. Wij zijn vrij op incident over. Eenmaal, die gaat mee naar het ziekenhuis en nu bent weer vrij voor een incident. Dat is genomen. 11.72 uit. Zo, dan regelt de politie hier verder en gaan wij retour. Ja. Ja, bedankt voor de samenwerking. Tot de volgende. Jo. Wij gaan er vandoor. Er moeten eigenlijk alleen nog takelwagens komen, dus kunnen jullie... Ja, dat kan bij zus wel regelen. Ja, toppie. Dan komt alles goed. Bedankt voor de samenwerking. Tot de jo, volgende. Jo, geen dank. Jo. Fijne dag.